terug op mijn kanaal. Ik ben Pleunie en vandaag ga ik jullie mijn skincare routine en verzorgingsproducten laten zien. Dus mocht je willen weten wat ik daarvoor gebruik, blijf dan vooral kijken. Ik heb trouwens een hele droge en gevoelige huid, dus mocht je dit ook hebben en nog op zoek zijn naar wat producten, misschien heb je hier wat aan. Ik begin 's ochtends altijd met het reinigen van mijn gezicht en dan maak ik hem eerst gewoon een beetje nat, zodat ik hem even kan wassen. En daarna gebruik ik een toner. Ik gebruik nu deze. Dat is de Douglas Naturals Face Tonic with Organic Argan Oil. Hij is alleen bijna op, dus ik ga waarschijnlijk de Pixi Glow Tonic bestellen. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Daar hoor ik veel goede verhalen over. En ja, hier ben ik eigenlijk gewoon... Ja, hij doet zijn werk, maar het is niet per se... het geeft niet echt een wow effect of zo. En 's ochtends gebruik ik ook deze moisturizer. Deze is van Paula's Choice en deze komt uit de Calm serie. Met een groene etiket. En dit wil zeggen dat het roodheid tegengaat. Deze heet ook de Redness Relief Moisturizer. En er staat nog op Moisturize and Soothes as Extra Sensitive Skin. Dus hij is inderdaad ook zeer geschikt voor de gevoeligheid. Dus zoals jullie zien gebruik ik 's ochtends eigenlijk niet zo heel veel producten. Ik vind ja, wel gewoon schoonmaken en moisturizer een van de belangrijkste dingen. En dat heeft mijn huid ook echt nodig. Vooral de moisturizer. Omdat ik gewoon hele droge huid heb. 'S Avonds is natuurlijk een heel ander verhaal, want dan gaat mijn make-up er natuurlijk af. En daar heb ik verschillende reinigers voor, die ik natuurlijk niet allemaal tegelijk gebruik. Maar ik hou van een beetje afwisseling, dus die gebruik ik zeg maar een beetje door elkaar heen. Dus net een beetje waar ik zin in heb. Ik heb hier de Resist Perfectly Balanced Foaming Cleanser van ook van Paula's Choice. En dit is dan een kleine verpakking. Deze is, ja, is een heel klein beetje schuimend. En dit is gewoon voor heel je gezicht schoon te maken. Dan heb ik hier van NYX de Cleansing Oil, de Stripped Off. En dit is echt heel fijn spul. Dat maakt je huid super zacht. Het haalt je make-up goed weg. En het ruikt ook nog eens heel lekker. En het zit ook in een handig pompje. En in mijn hele grote NYX pakket zat deze. En dit is de Cleansing Balm. De Stripped Off Cleansing Balm. En deze had ik dus nog nooit gebruikt. Maar ik moet zeggen dat het echt heel fijn spul is. Het smelt als het ware echt je make-up eraf. En ja, het is gewoon heel erg zacht materiaal ook. Dus dat is ook wel erg fijn voor op je gezicht. En voor mijn oogmake-up eraf te halen gebruik ik de 2-fase oogmake-up reiniger van Kruidvat. En hij doet zijn werk heel erg goed. Ik ben er heel tevreden mee. Ik moet natuurlijk eerst even schudden voor gebruik, zodat de twee compartimenten samen gaan voor de meest optimale werking. Alleen merk ik wel dat mijn oogleden er toch wat droog van worden. En iemand raadde mij deze aan van de Body Shop. Dit is de Camomille Gentle Eye Makeup Remover. Alleen deze prikt dus bij mij, dus dat schiet ook niet op. Dus mocht jij nog een goede oogmake-up remover weten die natuurlijk dierproefvrij is, laat het me dan alsjeblieft even weten in de comments. Want ik heb echt al 100 dingen gebruikt. Maar ik blijf teruggaan naar deze. Alleen daar worden mijn ogen dus een beetje droog van. En ik gebruik altijd 's avonds deze Redness Relief exfoliant. Ook van Paula's Choice en weer ook van de Calm serie. En dit is een hele zachte exfoliant. Dus dat wil zeggen een soort van scrub. Omdat deze voor gevoelige huid is, is die super zacht en kan je hem dus ook elke dag gebruiken. En even kijken. Er staat dan nog bij Gently Minimizes Pores, Size en Smooth Skin. En dit is wel echt heel fijn, want sinds ik deze gebruik heb ik ook niet meer van die droge velletjes en dergelijke op mijn gezicht. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Als ik de exfoliant heb gebruikt, heb ik de Skin Recovery Serum, ook van Paula's Choice. En dit is de Skin Recovery Super Antioxidant Concentrate Serum. Gelukkig zijn de namen ook niet zo lang, dat scheelt. Hier zit ook retinol in en dat zorgt ervoor dat de huid veroudering tegengaat. Dus ja, wie wil dat nou niet? En alle producten van Paula's Choice zijn trouwens zonder parfum. Non-irritating, dus dat het zeg maar niet irriteert en nooit op dieren getest. Dus dat is voor mij ook zeker een reden waarom ik voor Paula's Choice heb gekozen. En daarna gebruik ik 's avonds deze Clinical Ultra Rich Moisturizer. Hier zit kokosnot
Zo, kokosnot. Hier zit kokosnootolie in en chiaboter. En wat dit doet is relieve extremely dry, tight skin. Prevent moisture loss for 12 hours and eliminate irritation and redness. Dus ik heb het ook allemaal een beetje op elkaar afgestemd. Sowieso natuurlijk voor extreem droge en gevoelige huid. En dit is wat voor mij heel erg goed werkt. En 's ochtends voel je ook echt gewoon nog dat je gezicht, want dat het er gewoon op zit. Dus deze is ook echt best wel dik, maar mijn huid heeft dat ook echt wel nodig. En ik vind het gewoon fijn dat je 's ochtends niet gelijk weer met een droog of trekkerig gezicht wakker wordt. Dan heb ik hier nog van de Body Shop een tester van de Drops of Youth Eye Mask, dus een oogcreme. Ben ik op zich wel tevreden mee, maar nogmaals, net als met de oogmake-up remover. Mochten jullie voor de oogcreme ook nog een andere aanrader hebben, dan hoor ik dat ook graag even in de comments. Dus wat ik nog ga doen is de Glow Tonic van Pixi bestellen. Daar ben ik wel heel, heel benieuwd naar. En wat ik van jullie dus graag zou willen weten, of je nog een aanrader hebt van dieptevrije oogcreme en oogmake-up remover die dus niet irriteert. En ik weet dat dit bij iedereen anders is, maar hey, misschien hebben jullie net de perfecte aanrader ertussen zitten voor mij. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn nieuwe soort van setup leuk vinden. En ik zal natuurlijk ook gewoon mijn achtergronden blijven gebruiken, maar het is, lijkt mij ook wel eens leuk om wat afwisseling te zien in de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer je even op mijn kanaal om op de hoogte te blijven. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Doe even een duimpje omhoog en ik hoop... Zo, mijn stem... Ik weet niet waar die blijft. En ik hoop jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei!